Gaan we doen. Siewert van Linden. Jij neemt afscheid van het LAX. De examens zijn achter de rug. Er zijn 103.000 klachten binnengekomen. Ja, dat worden er elk jaar meer. Waar komen ze vandaan? Nou, van 200.000 scholieren die elk jaar eindexamen doen. Nou zijn het er niet echt helemaal meer. We zijn dit jaar iets anders gaan tellen. Namelijk gegronde en ongegronde klachten. Aangezien half Nederland begon te denken, nou ja, al die scholieren die bellen nog een keer. Dus we hebben echt duidelijk 83.000 echte goede klachten binnengekregen. En wat maakt iets tot een echte goede klacht? Nou, als het dus echt over de inhoud van de examens gaat. Oké, en de andere 23.000, waar gingen die over? Nou, het zijn leerlingen die 300 keer bellen of inderdaad. Nou, een mooi voorbeeld vond ik, nou, op mijn blaadje staat iets anders dan in het antwoordmodel. Ja, dan is het fout. Sorry. Ja, kijk, dan ben je zinloos aan het klagen. Ja, sorry, kan ik zo doen? Ja, die kunnen we misschien meetellen. Maar die 83.000 ging echt over de examens. En het viel toch ook wel op dat er in veel examens toch echt fouten zaten. Ja. Nou horen wij dit getal elk jaar en het wordt elk jaar meer. Ja. Daarna horen we er niks meer van en volgend jaar horen we het weer. Gebeurt er wel eens iets mee? Ja hoor. Wat we ermee doen is nu, op dit moment worden al die examens nagekeken. Daarom worden hele ingewikkelde berekeningen gemaakt wat de gemiddelden zijn. Wij gaan bekijken hoeveel klachten er zijn, in welke categorieën. En dan gaan we met de CEFO, dat zijn de makers van de examens, aan tafel om de normen te bepalen. We bepalen niet helemaal mee, maar we willen hem wel beïnvloeden. Ja. Maar dat gaat uit over dit examen? De ja, fouten over dit die examen zijn, kunnen dan meewegen en in de beoordeling. Wij zouden het liefst ook toch ook echt aan tafel gaan om volgend jaar die examens organisatorisch wat beter voor elkaar te krijgen. Want veel moeten die leraren toch zelf kunnen? Ja, maar het bleek toch heel slordig te zijn als jij in je examen Nederlands gewoon spelfouten hebt, waardoor een vraag moeilijk te begrijpen wordt. Vragen gewoon het meest vage. Dat was echt waar. Er stonden zodanige spelfouten in dat je de vraag niet meer kon begrijpen. Klas heb ik even wel gelijk. Ik word daar toch wel helemaal van. We moeten echt weer terug naar de basisvaardigheden in het onderwijs. Je ziet het overal. Dus zelfs bij de opstelling van examens, zie je dus gewoon dat het rekentaalonderwijs gewoon niet voldoende is. Nou ja, het is een mooie, maar crudie. Het is het einde van jouw carrière bij het LAX. Hiervoor heb je een aantal weken geleden gezien bij de busstakingen. Er waren busstakingen, zijn er trouwens nog in het hele land. Alleen jij hebt toen geregeld dat ze, als de scholieren naar school moesten, dat ze dan even stopten met staken. Ja, nou, zeg het wel heel kort door de bocht. Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, er waren die busstakingen. Dat was precies in de eindexamentijd. En dat vonden wij niet zo handig. En we hebben toen ook met de jongere takken van de vakbonden overleg gevoerd. En uiteindelijk naar de vakbonden toegestapt. En zegt, ja, de helft van, van de mensen die jij vervoert, dat zijn scholieren. Ga die nou niet pakken in het meest belangrijke moment. En toen zei ze, oké, goed idee, nou dan doe het niet. Ze zeiden, we willen het wel overwegen. En dat bleek uiteindelijk dat zij binnen hun eigen vakbond dat toch eigenlijk wel een strak plan vonden. En zo is er 2 weken lang in de spits gereden en in de middag, zodat scholieren in ieder geval naar school kwamen. Maar hoe moet het volgende week dan? Want dan is het toetsweek. Deze week. De mbo-examens gaan gewoon door en die kunnen dus niet naar school. Nou, ik wil het wel enigszins nuanceren. In het mbo zijn geen eindexamens zoals in het voortgezet onderwijs. Het zijn dus gewoon examens en tentamens. Blijft heel rot. Ja, moet je toch naartoe als je maken. Ja, het is heel rot. En ik denk ook wel dat die busstaken, er moet nu gewoon een eind aan komen. Laten we eerlijk aan zijn. Vanaf januari zijn ze nu al bezig. Je kunt het eens zijn of niet, hoor. Waarom heeft de vakbond van mbo-scholieren niet voor elkaar gekregen wat jij wel voor elkaar gekregen hebt? Vooropgesteld, ik denk dat het nu weinig zin heeft. Omdat de vakbonden zijn nu al een keer, hebben ze de boel aangepast. Die buschauffeurs zijn boos en die gaan zich niet nogmaals aanpassen. Twee, nou ja, kennelijk is dat een minder belangrijk punt voor hen en willen zij op andere dingen, bijvoorbeeld de gratis OV-kaart voor mbo-deelnemers. Het is niet gewoon zo dat jij een hele goeie was als actieleider? Weet ik niet. Ja, dat ga ik natuurlijk niet over mezelf zeggen. Nee, misschien is het wel zo. Want je bent verder ook een handige jongen. Je bent pas 17. En ik las dat jij al een project doet voor McKinsey. Dat je bij een reclamebureau... Dat was volgens een persinterviewtje. Dat klopt niet? Nee, ik heb wel wat dingen gedaan. Ook bijvoorbeeld voor een reclamebureau. Maar hoe doe je dat? Ik bedoel, je bent scholier, je bent actievoerder en dan doe je ook nog af en toe eens wat voor grote bedrijven erbij. Dat is gewoon briljant, dat kan. Nee, absoluut niet. Nee. Nou ja, als je maar lang genoeg gewoon niet weinig slaapt en je hebt veel focus en een beetje lef, dan kun je wat. En jongeren in Nederland hebben veel meer talent en dat moeten ze zien te benutten. Want hoeveel slaap jij dan? Nou, niet veel. Nee, vroeger wil je wel sliepen. Ja, wat zal het zijn? 4, 5 uur. Maar als wij op kantoor zitten en ik heb echt van 1/2 jaar bijna geleefd op kantoor. Maar ja, de mensen kunnen het hier ook wel zeggen, maar dan wordt er pas om 3 uur, 4 uur gaan we erin. En 7 uur, 9 tot 8 uur ga je eruit. Ja, dat is lang genoeg en dan kan je gewoon fris de volgende morgen weer studeren. Dat was de bedoeling, ja. Ik heb dus nu echt met 1,5 jaar lang heb ik met liefde het LAX gedaan. We hebben het echt opgebouwd met een hele goede club mensen omheen. En ik heb nu het gevoel, nou is het mooi geweest. Ik heb ook heel veel school moeten missen. Nu tijd voor schoolcarrière. Maar je bent niet blijven zitten? Nou, nog niet. Maar ja, nu eindigt het. Ja, ik ga dit jaar niet meer halen.
Echt niet? Nee, dat moet ik heel eerlijk zijn. Oh, wacht even. Want we hebben nog een filmpje. Briljant. Wacht even, we hebben nog een filmpje van jouw moeder daarover. Daar gaan we even eerst naar kijken. Oh, dat beroemde filmpje. Ja. Hoop jij ook net met mij waarschijnlijk dat het toch wel langzamerhand weer terug naar normaal moet? Ja, ik denk dat het goed is, want Siewert wordt ook erg moe. Hij slaapt weinig, heeft heel erg druk. En hij komt te weinig aan de dingen toe waar hij zich mee bezig moet houden. Dat is onder andere dus, of voornamelijk, school. En wij zien hem dus thuis bijna niet meer. En op school is hij ook niet zo heel erg veel meer. En dat is toch de voorwaarde waarop hij verder gaat. Ja. Maar we begrijpen dus vanavond dat je nu onthult dat je bent blijven zitten, om het even klassiek te zeggen. Nou ja, het was voor mij ondoenlijk om op een normale school, op een normale manier, zoals elke leerling op het Barlees dat zou moeten doen, om het daarmee te halen. En dat is niet gelukt? Nee. Wat dat betreft ben ik dus geen wonderboy. Ik moet gewoon ook hard leren. En ik moet nu de keuze gaan maken om of blijven zitten of richting staatsexamen te gaan. En wat denk je? Dat weet ik nog niet. Ik ben er, druk over aan. Want een jongen... Katrien, ga je gang. Is het niet een te groot offer, zeg maar, voor dat laks dan? Want dat is toch, je geeft dan toch eigenlijk een jaar. Geef je dan... Ja, wat is een jaar? Ja, dat is niet ook zoveel, maar nee, ik denk wel dat ik in dat jaar heb ik zoveel mogen meemaken. Dat was het wel waard. Ja, dit is gewoon wrang. Maar ja, part of the game, doorgaan. Want als je staatsexamen zou gaan doen, dan zou je in één keer doorschuiven naar 6 VWO en alsnog dat examen volgend jaar kunnen doen? Ja, dan werkt dat niet echt zo, maar dan zou je inderdaad gewoon zo snel mogelijk staatsexamen kunnen doen en gewoon richting studie kunnen. Maar dat kan je toch wel? Ja, de vraag is of je het wilt, hè. Ik wil ook wel een goede schoolvorming hebben. Gewoon tussen jongeren zitten, niet een jaar misschien op mijn zolderkamertje zitten. En gewoon normaal, zoals elke scholier, weer even naar school gaan. Want ben je niet bang geweest de afgelopen tijd, ook omdat je een BN'er bent geworden en bij iedereen aan tafel zat, dat je een klein beetje een eigenwijs imago kreeg voor een jongetje, dan maar even één keer een jongetje van 17 jaar, ja, die nog niet eens auto mag rijden? Ja, inderdaad. Nee. Zal ik maar eens even zeggen? Je wordt heel snel een arrogant blaaskaakje, denk ik, daarvan. Dat vond jij ook? Ja, als ik bijvoorbeeld zo'n persinterview lees, dan denk ik van ja, wat is dat voor arrogant mannetje. Ja, want daarin zei je ook allemaal rottige dingen over de mensen met wie je werkte. Je was heel streng, je was een dictatortje, zei je. Ja, dat werd gezegd en daar heb ik intern ook genoeg voor op mijn falie gehad. Dat was een heel leerzaam interview. Je leert al werkende. Wat ga je studeren als je ooit mocht slagen voor de gewone leerling? Als je ooit normaal gaat studeren. Nou, mijn droom is om naar Engeland te gaan en daar politicologie, filosofie en economie te studeren. Maar ja, daar moet je toch echt een diploma voor hebben en heel hard voor werken. En anders iets van filosofie en economie of zo. We blijven onder de indruk. 3 studies of 2 studies. Maar eerst eventjes dus het Barlees Gymnasium halen op staatsexamen. Ja. Succes erbij. Dank je. Siewert. Goed, we gaan naar de agenda van morgen. Mevrouw Helwegen, wat doet u morgen? Morgen is de lancering van mijn tijdschrift bij Hotel 717 in Amsterdam. En een paar dagen later dan komt de crème op de markt. Dus ja, druk zat. Winkels. Heel druk. Meneer Samson. Nou, morgen is dinsdag, dan begint de politieke rauwe realiteit weer in de spoeddebatten rol alweer binnen, volgens mij. Waar verheugt morgen zich het meest op? Nou, ik verheug me meest op morgenavond, want dan ga ik een debat aan in de nacht van het spannende boek. De avond van het spannende boek, en het is een boek over klimaatverandering. Okay. Dus dat is dan even buiten Den Haag, lekker. Mevrouw van der Knaap, wat doet u morgen? Gewoon mijn werk in het ziekenhuis. Dus het wordt een drukke week, want er is natuurlijk veel gebeld en... Ik moet nog wat interviews doen. En daarnaast u klaagde dat u helemaal niet kon doorwerken vandaag. Ja, ik wil gewoon werk afkrijgen. Die rottige prijs ook. Ja. Siewert, wat doe jij morgen? Een mooi laatste opiniestuk schrijven over het onderwijs en mijn uitnodiging voor het bestuur en de eindreceptie sturen. Katrien. Morgen maak ik een interview met Robert ten Brink voor mijn boek over eten en emoties. Ja. Eten en emoties? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet niet of jij dat hebt. Nee? Jij dat? Emoties bij eten, als het lekker is, vind ik het lekker. Ja.